Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hoi ma, juist kreeg een nieuwe video. Vandaag ga ik weer Animal Crossing spelen. Ja, nou ja, zoals jullie weten, ik ben natuurlijk al een stuk verder als de vorige keer dat ik ging spelen. Want vorige keer was het natuurlijk de eerste keer toen we het gingen spelen. En nu zijn we natuurlijk alweer een stuk verder. Nou, nu krijgen we even allemaal heel bijzonder manieus. Het nieuws van vandaag. Vandaag is dat er geen nieuws is. Nou, dat is iedere dag zo. Nou, doei. Nou, weet ik veel. Ik ben natuurlijk al een stuk verder. En ook heb ik mijn personage al aangepast. Dus dat kunnen jullie ook weer zien. Ik heb dat al in een eerdere video gezegd. Maar als je dat niet zo leuk vindt. Ja, dat wist ik niet eens. Nou, dit wist ik wel. Maar ik heb namelijk tips gekocht en zo die je dan iedere dag krijgt. Maar het slaat eigenlijk niet echt ergens op. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ook nu ook een zwempak. Als het een beetje opschiet, dan kan ik het aan jullie laten zien. Ik heb een zwempak en daarmee kan ik in de zee. Tuurlijk, Asja. Je gaat nu lopen. Kijk, een zwempak. En dit is mijn personage vandaag. Oh, ik heb post. Ik heb post hoor, jongens. Even kijken, wat hebben we? Nou, wat zullen we krijgen? Prachtig vind ik het. Nou, we gaan even kijken wat het is geworden hoor. Oh, hier. Oh nee, die heb ik. Die heb ik gevonden. Maar ik zie niet wat het nou precies moet zijn dan. Wat heb ik nou gekregen dan? Of zit dat nog steeds in mijn brievenbus? Oh, wacht. Ah, die zag stoppen. Oh, dat is het. Hahaha, ik heb niet gelezen. Oké, nou, eventjes wat dingen dan wegdoen. Nou, deze vis die kunnen we even daar hier plaatsen. Nou, natuurlijk niet. Oh, hallo. Hallo, hallo. Hoestie, ga je vrolijk de dag door? Ik kom even babbelen. Nou, niet houden en doe wat ik wil, zoals een dutje doen. Nou, fijn, doei. We gaan even die vis hier neerzetten. Want die vis, die plaatsen ze op. Is een hele mooie vis, maar ik wil mijn cadeau hebben. Dit is dus ook. Oh, ze geeft mij zomaar even mijn vijvertje water. Nou, danks. Dank. Dit is een beetje hoe mijn huisje er nu uitziet. Ik heb ook een huis in plaats van een tent. Ik weet niet of ik dat vorige keer al had. Dat weet ik niet. Maar dat heb ik dus nu. Ik heb ook geen breekbare dingen meer. Dus niet als de vorige keer dat we iedere minuut bezig zijn met schepnetten maken en alles. Dat heb ik nu niet meer. Kans dat ze nu natuurlijk wel breken. Een tijnaaimachine. Oh, een trapnaaimachine. Ik dacht tijnaai. Ik ga het even kijken hoor. Die plaatsen. Oeh, die is groot. Oeps. Even mijn schep indoen, want dat gaat hem ook niet worden. Even kijken hoor, wat kunnen we maken? Hij is iets aan het maken. Nou, ik vind het helemaal best, doe je ding. Ik weet alleen niet wat, maar dat maakt niet uit. Misschien moet ik een t-shirt onderleggen. Zou ik dat moeten doen? Wacht, even pakken. Kom eens, pak jou. Misschien moet ik dat even doen. Hier plaatsen. Oh nee. Jammer. Ik weet het niet wat hij nu aan het maken is. Ik zet hem gewoon lekker aan. Kunnen we altijd kijken wat hij aan het maken is. Even lekker in de zwee zwemmen. Daar heb ik wel zin in eerlijk gezegd. Oh, kunnen we deze vis van? Oh, wacht. Oh, hij is weg. Laat maar. Dus ja, dat is een beetje het leven hier. Ik heb heel veel peren die ik nooit gebruik, kan ik je vertellen. Maar is er iets gebeurd? Want ik heb dus een museumpje. Maar ik weet niet wanneer mijn museum tot stand komt. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Dus ik ga even kijken hoe lang dat dan duurt bij meneer L. Onze meneer L die helpt ons met alles en nog wat zaken. Even vragen hoe dat nou zit. Ik loop trouwens de hele dag door in die kleding. Bedankt voor je bezoek. Heb je nog iets aan neer? Laat me weten wat ik de helm heb. Nou oké, eigenlijk niet. Doei. Oh ja. Oh wacht, daar heb ik natuurlijk die vis voor. Maar daar heb ik denk ik gisteren geen tijd voor gehad om die vis uit te... Maar die vis staat natuurlijk op het strand. Ik heb ook een fiets. Maar je kan niet fietsen met die fiets. Dus daar heb ik niks aan. Beetje jammer. Even kijken hoor. Sorry, ik kijk de hele tijd omdat Asja die loopt een beetje te dollen. Kijk, ik heb mijn vis net hier neergezet. Maar ik dacht dat ik die al had gegeven. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Niet meer, mijn zakken zitten vol. Tuurlijk, mijn zakken zitten weer eens vol. Ik ga dat heel even laten vallen hoor. Want ik word er een beetje moe van. Doei. Ik heb ook nog steeds kosten van mijn huis die ik nog niet steeds heb. Waarom ga je nou precies op mijn tafel zitten? Dat is gerust normaal. Ik heb nog steeds kosten van mijn huis die ik ook nog steeds moet betalen. Wat echt ontiegelijk duur is. Dus ik weet niet of ik dat ooit ga kunnen betalen. Maar dat maakt niet uit. We sparen rustig door. Ik heb nog iets van 6.000 euro te gaan. Of zo. Misschien wel 60.000. Ik weet niet echt.
muntjes, klingels. Ja. Hallo, Bettler. Ik noem altijd meneer Uil, ik vind dat leuker. Ik wil een donatie doen, uitstekend. Nou, ik wil deze vis, Japanse draakvis, drakenvis doneren. Oeh. Nee, geen zin in. Ik heb het druk. Ander keertje. In je goede handen, nou dat is fijn. Kunt, hoera, we hebben het voor elkaar. We hebben de benodigde aantal stukken. Eindelijk kunnen we avond voor echt museum indienen. Oh, oeh. Zoek te regelen. Nou, top. Kunnen we nu ook wat extra's weten? Want ik ga nog. Ik liep ongeluk alweer heel gauw naar buiten. Maar ik wil eigenlijk nog weten of hoe, wanneer dat nu komt. Maar ik heb nog heel veel dingen die ik überhaupt moet verkopen. Dus ik ga dat eerst even doen. Hallo. Heb je nog iets voor mij? Tommy. Kijk, kom wel, zie ik opeens een ballon. Ja. Klopt. Ik weet ook niet hoe ik dat kan weghalen. Maar, oh wacht, ik ga dit heel erg even ophalen. Want daar kan ik nog eens wat mee verdienen ook. Even kijken waar die zit. Oh, hier. Schatgave. Oh ja, dat heb ik gisteren eens een keer gedaan. Nou, dank. Doei. En we hebben ook weer een tip. Vind je naast de dagaanbiedingen een catalogusartikel af en toe een tijdelijke artikel ter gelegenheid informatie missen niet. Nou, doei. Maar kan ik nog iets bijzonders maken bij het doe-het-zelf plannetje? Nou, zo te zien niet echt, hè? Nee, ik denk het ook niet. Ik ben altijd niet meer gesteld. Wat is dit? Ik heb wel zin om dit te maken, maar het kost me eigenlijk te veel tijd. Ik heb eigenlijk nog niet zoveel in. Oh, junglevloer, daar heb ik wel zin in. Kijkklompen. Nou, even kijken of ik... Ik heb volgens mij geen kijkklompen, of wel? Nee, ik denk niet. Maar eerst ga ik dingen verkopen, want dan kan, heb ik weer een beetje... Wat ga je voor mijn deur staan? Doei. Ik moet naar binnen. Dank je. Dus ja, we gaan het even zien. Of hoeveel geld we... Nou, muntjes. Ik zeg dat het geld, maar het zijn natuurlijk muntjes. Hoeveel muntjes? Ja, over die winkel staat ook nergens op. Want ik heb nooit 30 goud... Of 30 zilverbloempjes. Hoeveel heb ik er nu? 12. Jongens, ik moet nog zoveel te gaan, hè. Oké, even mijn rugtas legen. Want ik heb al de hele tijd deze spullen erin zitten. Maar ik doe er nooit op mee, dus. Goed gesprek. Nou, ik vind dat wel prima, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dus dat is nog best wel lekker geld. Verkocht, tuurlijk. En nu ga ik weer heel veel andere scherpen ophalen. Bij het strand. Ja, ik speel niet iedere dag. Tenminste, dat lukt me niet altijd. Klingelautomaat. Lening aflossen. Contant. Even. Ik heb nu iets meer dan 6000 op mijn rekening staan. Dus ik doe gewoon. Nu heb ik nummer 708 erop staan. Maar dat doe ik dan de hele tijd. Dat vind ik wel makkelijk, eerlijk gezegd. Misschien kan ik nog wat. Even kijken bij de catalogus. Een boek. Tuin. Dat is komt er ook echt. Ik weet niet of er ook echt iets uitkomt. Dat weet ik niet. Teenslippers, dat vind ik wel leuk. Teenslippers, die vind ik leuk. Ja, die nemen we hartsvlas. Bestellen. Binnenkort via post. Nou, helemaal top. Daar ben ik ook wel heel benieuwd. Maar ik heb alleen niet genoeg nu helaas. Beetje jammer weer. Maar ik ga er wel voor sparen. Want ik vind... Ik wist helemaal niet dat het überhaupt te koop was dit. Huh? Wat is dit? Tot 15,8. Oh. Ik dacht dat het al 8 was. Maar oké. Daar ga ik echt voor sparen. Maar ik heb nog nooit... Dat ga ik waarschijnlijk niet eens redden. Dat maakt niet uit. We gaan die winkel weer uit. Want ik ga even wat dingen ophalen bij het strand. Zodat ik die ook weer kan verkopen. Want zo kan ik dus lekker veel geld. En kan ik die tuinkraan bestellen. Dan heb ik daar ook genoeg klingels voor. Om die te kunnen bestellen. Nou... Nou, dit strand is een beetje stil, kan ik je vertellen. En hoe gaat het met jou, kip, haan, met je pens? Alles goed? Tijd om te babbelen? Dat heb ik wel. Oh nee. Hij is van de trainen. Ik weet niet wat hij met hem heeft. Maar ik vind het maar echt vervelend. Even mijn polstom naar de andere kant van deze vijf. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, ook kan wel. Dank je. Zo.
Zou ik nu ook zo erin kunnen duiken? Even kijken. Even kijken. Want ik heb natuurlijk nu mee. En ik heb hem nog niet zo heel lang. Maar ik ben wel heel benieuwd of ik nu ook zo. Bobbetje! Kan ik nu ook zo opklimmen? Of kan dat dan weer niet? Is dat al iets te veel gevraagd? Want ik wil eigenlijk niet die vis wegjagen. Niet die vis wegjagen, ja? Want ik wil even die vis vangen. Nee, oh my god. Nee, niet doen. Want ik wil eigenlijk even die vis vangen, maar... Opeens is mijn rugtas echt heel leeg. Maar ik weet wel iets wat ik ga kopen, maar volgens mij is dat er nu niet meer. Beetje jammer dit. Ik ben ondertussen ook al beter in vissen vangen. Wat is dit? Oh, dat heb ik al eerder gevangen. Nou, doei. Daar heb ik dan niks aan. Doei. Deze heb ik al eerder vrij laten, doei. Als hij hier niet... Ja, zie je? Oh, ik heb wel iets weer bij erbij. Dus even kijken. Kijk eens hier. Weer kopen schelpen. Oh, daar ben ik heel goed in. Wat moet ik vinden? Geef klinkers uit split kopen. Dat doe ik ook al. Plant een boom of struik. Nee, dank je. Nee, ook geen zin in. Vang vissen. Oh, dat hebben we snel voor elkaar. Even vissen vangen, jongens. En schelpen halen. Dat vind ik ook een goed idee. Kijk, ik zie er ook alweer een vis. Komt ook op mijn hengel te zitten. Geen of ik hem ga vangen als ik die hengel achter hem gooi. Ik vind het nog een beetje lastig om soms te hengelen. Want het moet ook precies weer in hun zicht. Want nu zie je, kijk, nu ziet hij het ook weer niet. Soms zijn het echt domme vissen. Dat zag ik echt heel eerlijk. Soms zijn het echt ontzettend domme vissen. Misschien kan ik er zo bij. Het is weer te ver weg denk ik voor die vis. Ja, dat dacht ik al. Dan ga ik hem via de andere kant proberen te benaderen. Dan gaan we via deze kant proberen. Dit is weer terecht door. Zo zit ik soms echt wel een half uur bijna. Niet een half uur, maar best wel lang te snuffelen totdat ik een goede gooi heb. Want dat duurt gewoon zo lang. Want ja, je kan wel blijven staan, maar als hij het niet ziet, dan gaat hij hem ook echt niet vangen. Kijk, dit is wat bekijk. Zeg dan nu dat het iets goeds is en dat ik hem ook heb. Want als het niks goed is, dan kan je hem echt weg. Nou, helemaal top! Koraalvlinder gevangen. Kijken. Oh, die had ik al. Nou, ik ga jullie wel één ding laten zien wat ik dus pas heb gevangen. Waar ik best wel trots op ben. En dat is deze grote yoghurt. Een walvishaai. Nou, echt, ik zeg je, dat beest was huge. Ik denk dat het echt gewoon, denk twee keer personage voor mij was in de lengte. Het was echt ontzettend erg. In grootte denk ik, bedoel ik. Maar het was echt, hij was zo verschrikkelijk groot. Dat moest ik even jullie laten zien. Ja, heel goed gesprek. Vrij laten, doei. Kijk, maar zo komen we er wel hoor. En kijk, klein klompje, die heb ik nodig. Zo. Zo, kan ik hier ook op? Oh, daar kan ik op. Dat had ik niet verwacht. Wat, dat is echt mooi blauw water hoor. Ik ben een beetje jaloers. Ik weet niet. Nee, oké. Dan moet ik weer even terug met mijn polstokkie. Want hier kan ik volgens mij ook niet naar boven, want er zit geen klim op. Beetje jammer weer. Kijk nou, een bij. Een bij. Kijk, kan ik die pakken met mijn net? Een bij, dat vind ik cool. Hij zit precies in het huis net bezig. Beetje jammer weer. Kom jij eens hierbij? Ik wil een bij hebben. Ik wil een bij hebben! Nou, ik mag geen bij hebben volgens mij. Pietje jammer weer. Maar ik kan er niet zo heel veel dingen meer. Oké. Nou, nee, die heb ik ook al een keer gevangen. Dat is niet echt boeiend meer dan of zo. Als ik het al een keer heb gevangen, dan maakt het nog niet zoveel uit. Even met mijn hakbelletje. Vasthouden, even tussen deze steen. Geld. Boom, kijk nou even. Yo. Oh, dat was dan net niet de bedoeling. Even wat krekels. Helemaal blij ben ik. Maar ik heb dus afgelopen keer ook nog wat uit de grond gehaald. Waar ik eerlijk gezegd ook best wel trots op ben. Maar, oh, hij is uit mijn zak. Jee. Want er zat ook maar een beetje in de weg in mijn zak. Maar ik ben blij dat hij ook weg is. En dat hij dus nu is toegevoegd aan de rest van mijn waarde. En zo. Kijk hier, mijn vis, mijn vis, mijn vis. Vasthouden. Maar ook vaak zit in dat plasje. Ik weet niet. Kijk, iedereen heeft een ander eiland. Tenminste, er zijn drie soorten eilanden waarvan ik er natuurlijk één heb gekozen. Maar zit op mijn eiland zitten twee plasjes. Ik ga even kijken op de kaart. Oké.
Wow, yo. Vaak doen vissen niet zo heel snel happen erna of zo. Dat duurt altijd. Oh, deze heb ik al zo lang gevangen zonder baars. Een baars boven een baars. Zo vast zie ik hier dan bij zeggen, word ik echt altijd zo geïrriteerd van. Bij laten, doei. Want ik hoef wel echt alleen maar, ik vang vissen voor in mijn boek en daarna laat ik ze ook gewoon planten. Weet je, ik plant ze. Oh, hier zijn ook de planten. Want, oh, dat onkruid, ik zet er allemaal zakjes neer, maar dat heeft ook niet zoveel zin. Dus even planten. Kijk hoe, oh, nou oké, het is geplant. Top. Die heb ik nog nooit gevangen, volgens mij. Ik wil die wel eens vangen, vasthouden. Ik ben alleen niet zo goed in deze vangen. Ik ben heel benieuwd. Daar was ik bang voor. Ik ben nooit zo heel goed in die vangen ofzo. Dat lukt me nooit. Even kijken op de kaart. Waar zitten die plasjes? En dan moet ik deze even oversteken. Ja, top. Boom. Deze even oversteken. Met mijn polstok. En hier. Oh, we kunnen even een fossiel ophalen. Doen we dat even eerst. Want die vis gaat toch nog niet weg. Vasthouden. Boom. Yay. Een fossiel. Woehoe. Even hem weer dichtgraven. Oh ja, we maken nog een gat erbij, tuurlijk. Ja, joh, heeft ook echt heel veel zin. Maar oké, we gaan door. Want hier zit een vis, kijk. En er zitten altijd wel andere visjes. Zoals kikkervisjes heb ik hier een keer gevangen. Maar het komt dat hij in een plas is. En in een plas zitten nou eenmaal andere vissen dan in de zee. Of ja, in de zee. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan vangen. Hij gaat toch zwemmen, dus ik gooi hem gewoon even erin. En dan wacht ik even totdat hij deze kant op komt. Nou, misschien doe ik hem... Oh, hij kijkt toch wel hier naar binnen toe. En hij kijkt weer de andere kant op. Ik doe hem even hier zo gooien, want hij kijkt nu die kant op. Dus dan heb ik kans dat ik hem net niet voor zijn neus gooi. Zo. Hallo, wat ben jij? Ze vis doen niet zo vervelend. Pak gewoon mijn hengel vast en klaar is Kees. Zijn we allemaal blij? Kan ik jou ook weer vrij laten? Ligt eraan als je heel bijzonder bent dan niet. Dan laat ik er bij L achter namelijk. Ik mag deze vis niet. Kom op. Iedere keer... Oh, hij is weg. Omdat ik sprong. Nou weet je, tot niet zoveel zin. Want die jij luistert het ook niet. Even op dit strand. Oh kijk, we hebben flessenpost. Ik hou heel altijd van flessenpost. Want er zit weer een doe het zelf plantje in. Dit is echt een hele grote vis. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Het kan ook weer een hele kleine vis zijn natuurlijk. Maar hij is vrij zwaar. Oh, deze. Doei. Ik heb een bot al eerder. Je hebt één pot gevangen. Mijn zakken zitten vol. Nee. Vrij laten. Doei. Oké. Schelp ophalen. Oh, dat is natuurlijk weer een andere. Ja, tuurlijk. Even kijken of ik er iets voor überhaupt voor kan ruilen. Weet je, dit geschreven t-shirt gebruik ik. Dat gebruik ik ook nooit. Doei. Zo. Ik heb tenminste mijn potfles dingetje iets. Als mijn zakken dan weer vol zitten, dan doe ik eventjes zo. Kijk even hoeveel ik ervan die wel niet heb nu. Even kijken, 3. Maar even kijken wat er in mijn potfles zit. Wow, joh. Ik heb geen idee wat er stond. Houten knoestwand. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Zo, hebben we daar weer een extra houten knoestwand. Ik ben wel heel benieuwd wat dat eerlijk gezegd eigenlijk is. Een houten knoestwand. Even kijken, vaak komen. Oh, dit is heel mooi. Nou, die ga ik maken. Die vind ik echt wel heel mooi. Bij deze bomen heb ik nog niet zo heel vaak gebeld en gehakt en zo. Dus ik denk dat ik hier net wat meer kans heb. Dan bij de andere. Zo, deze was ook heel moeilijk. Jeetje. Mijn zeepaars heb ik volgens mij ook al een keer gevangen. Ja, zo te zien wel. Maar we hebben weer iets voltooid. Dus deze kunnen we ook weer ophalen. Yay! Wat komt erbij? Vang een zeepaars. Oh, dat heb ik al eerder gevangen. Die zijn best moeilijk te vangen. Lekker dan. Ja, dat wil ik. Want mijn vis die kan weer de zee in. Doei. Vrij laten. Maar ik ga dus hier even hardhout halen. Dat gaan we dus heel even doen. Waarom volgt mij die... Ook maar aan het zeggen, die bel volgt mij de hele tijd. Dus hier, ik moet hardhout hebben. Oh jongens, ik hou helemaal niet van hardhout. Dus ik ben heel benieuwd.
Dus komen die peren uit. Ik heb nog nooit eerder gehad dat ik heel die boom omhak. Hoe dan? Al die bomen vallen gewoon per stuk om. Alle bomen op mijn eiland die vallen niet zo gauw om. Nou, ik hoop wel dat er voor terugkomt. En anders heb ik gewoon pech. Oh my god, ik vind het heel erg. Dit is echt een hele goede boom. Die heb ik super veel hard uit. Maar echt, ik wist helemaal niet dat die bomen gewoon zo omvielen. Ik wist dat helemaal niet. Iemand legt mij uit. Ik heb hele shock op mijn leven. Nou, voort, dan ga ik toch maar bij mijn eigen bomen hakken. Want dit is wel heel droevig. Er zit niet eens het hout in wat ik wil. Dat is nog erger misschien. Dat boom hak voor niks. Nou is er natuurlijk wel stukken grond waar ik wel misschien heel veel mee kan. Want ik zie hier wel echt wel een heel groot stuk waar ik zo meteen wel leuke dingen kan plaatsen. En dit hout, dan weet ik ook weer dat het daar hout ligt. Maar ik wist niet dat die bomen zo snel omvielen. Had iemand me wel mogen vertellen. Oh, dan mis ik er nog één. Dan gaan deze bomen waarschijnlijk ook om. Oh, nee, oh, gelukkig. Ik hoop dat deze bomen allemaal morgen weer staan. Of vandaag nog, hoop ik eigenlijk. Dus ik kom hier later vandaag nog terug. Om te kijken of die bomen allemaal weer staan. Want ik schrok een beetje. Een beetje heel erg. Ik had oprecht niet verwacht dat die bomen omvielen. Oké. Maar ik heb mijn hout, dus nu ga ik zo'n muurtje maken. Want ik heb nog echt helemaal geen ene kleur in mijn huis zitten, niks. Maar wat is hij nou steeds aan het maken eigenlijk? Ik weet niet wat hij aan het maken is. Nou, maakt het niet zoveel uit. Op zich weet je, hij kan lekker gang gaan. Heeft tenminste wat te doen. Maar ik heb echt geen idee wat hij nou de hele tijd aan het lopen te maken zijn. Zo. Oké, wat ging ik doen? Oh ja, ik ging wat maken. Ja, dat is waar. Wat doe je? Nou, ik wil iets maken. Dat is wel de bedoeling. Deze. Dat vind ik oprecht echt heel cool. Woe! Stop met klussen, want dit ga ik gelijk in mijn huis dumpen. Want ik heb nu nog een beetje saai. Maar volgens mij heb ik ook een vloer. Maar mijn vloer vind ik nog niet zo heel leuk die ik heb gekregen. Dus of ik moet nog even flessenpost gaan zoeken. Maar ik weet niet of er nu nog heel veel flessenpost ligt, eerlijk gezegd. Dus dat weet ik niet. Even kijken. Even koekeloeren. Even mijn huiscabine. Nou, jullie kunnen nu ook even de inrichting van mijn huis zien. Het is nog niet zo heel erg veel wat er precies in mijn huis staat. Maar weet je, ik vind het allemaal wel prima. Ik heb wel een open haarsje die ik even aan ga zetten. Zo, prachtig. Je ziet het niet omdat ik hem nog niet echt kon draaien. Gebruiken. Nee, maar dit vind ik echt ontzettend schattig. Oh, wat leuk. Ja, dit vind ik helemaal leuk. Helemaal cool. Er vloog iets heel snel voorbij, maar ik kon niet zien wat. Maar ik had... Ik heb nog een schoen gevangen, maar ik doe niet zoveel met schoenen, eerlijk gezegd. Heb ik nog iets wat ik... Laten we even een foto maken. Even... Nou, ik heb geen zin om een foto te maken. Nee. Hier zijn allemaal omgehakte bomen. Oh, we kunnen eens een keer een fossiel op ons eigen eiland halen. Dat hebben we niet vaak. Maar je zakken zitten vol. Maar je zakken zitten vol. Wordt er iets voor ruilen? Nou, even kijken hoor. Hebben we iets waarvoor we het kunnen ruilen? Nou, weet je, dit hout, dat maakt ook al niet zoveel uit. Begraven. Oh, wat doe ik nou? Wat zit hier dan nu? Heb ik nou een fossiel of heb ik nou dat hout begraven? Oh, ik heb hout. Oké, nou, we stoppen het weer lekker terug. Oh, ik graaf alleen maar hout, natuurlijk. Boom.
Ik ga even dingen verkopen. Kan ik even geld verdienen met wat klingels. Oké, nu kunnen we hier. Hier kan je dus dit soort dingen. Ik had gehoopt, maar kijk, zo kan je dus geld. Klingels. Ruilen. Want dit moet ik gewoon hebben. Dat kan niet anders. Witte gladde wand. Begraven. Zo. Niet dat ik er, want ik doe helemaal niks meer met die wand. En vind ik het best als het daar zo lekker verstopt zit. En wat ging ik hier doen? Oh ja, ik ging deze dingetjes doen. Hoe kan ik je iets verkopen? Want over die winkel dat duurt toch pas een half jaar voordat ik dat heb. Dus daar hoeven we ook niet lang op te wachten, want dat duurt toch nog heel lang. Ja, of ik moet nu echt heel erg veel bomen gaan kappen. Maar ik heb nu een halve trauma aan zo'n boom kappen. Door wat er zojuist is gebeurd. Dus dat doen we ook maar niet. Even rekenen. Klaar. Wat kunnen we hier voor mee? Zo, dat is best veel. Dat vind ik echt ontzettend veel voor mij. Ja, prachtig. Die lening aflossen, dat komt wel. Want als ik gewoon heel veel schelpen ga zoeken, dan kom ik daar vanzelf voorbij. Dus daar ben ik niet zo heel veel bang voor. Maar bomen kappen wel. Dat doen we nou niet meer. Kijk even hoe goed we vandaag met onze lening gaan, jongens. Dat is helemaal top. Maar ik wil nog even kijken of ik misschien extra dingen. Want ik heb nu wat. Nou, nog steeds heb ik wel te weinig voor die tuinkraan. Maar op zich, dat gaat me toch zo lang duren. Dus op zich, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Maar hoe duur was dat? Dit ding. 2000 van die dingetjes. Dat duurt me ook allemaal. Twee van die noekmillers dingetjes iets. Dat duurt me heel te lang. Hebben we nog iets wat ik kan maken? Wat is dit? Oh, is plattegrond. Hebben we nog iets wat ik... Wat wil ik maken? Want dat kan ik nu hout gaan halen. Hardhout, dat... nee, dat doen we niet. Kijk, dit vind ik in principe ook wel heel cool. Maar ik heb geen 10 kleikompjes. Ik ga dit wel doen, want ik heb nog heel veel hout op zich. Dus dat kan ook wel. Zo'n ijzer. Ik kan dit ook wel gewoon maken eigenlijk. Ik heb alleen niet zoveel hardhout meer. Dan moet ik even mijn eigen bomen gaan kappen. Want ik weet niet hoeveel hard ik nou... Ik heb best wel veel hardhout, maar ik heb helemaal niet zoveel hardhout. En er komt ook nooit zo heel veel hardhout uit de bomen. Dus dat is een beetje jammer. Oh, hier ligt letterlijk gewoon hardhout voor mijn neus. Wauw. Ja, dat komt niet zo... Nou, heb ik vaak niet zoveel hardhout nodig. Maar het komt wel altijd uit de bomen. Maar ik heb het nooit nodig. Maar nu heb ik het eens een keer nodig. Dus nu kan ik dat allemaal lekker voor mezelf oprapen. Het ligt op zich nog best veel op mijn eiland eigenlijk al. Wat ik niet echt had verwacht. Eerlijk gezegd. Want weet je, mijn buren pakken ook heel vaak mijn hout en zo. Dus ik had eerlijk gezegd niet echt verwacht dat er überhaupt nog wat hardhout lag voor mij. Want als ik een tijd niet omheen ben geweest of zo, dan is er altijd best wel veel gebeurd op mijn eiland. Onder andere veel hardhout dat dan weg is. Überhaupt gewoon hout dat dan weg is. Dus. Nou, doe ik wel het meeste op mijn eiland, want hakken dat doen deze mensen niet echt. Kan ik je vertellen. Dus. Merendeel doe ik. Maar ik weet niet. Er ligt nog één hardhout op mijn andere eiland, weet ik. Waarom zit er opeens zoveel zo van die dingen zo voor mijn eiland. Even kijken hoeveel ik er nu al heb. Want, kijk. Deze. Ja. Daar heb ik er 5 voor nodig. En dat red ik dan toch? Ja, dat red ik. Dan moet ik alleen voor deze nog even wat normaal hout. Dus dat heb ik ook nog wel op mijn eiland liggen. Ik weet alleen niet precies hoeveel. Even kijken nou. Hoeveel? 3. Oh, dat heb ik zo voor elkaar. Want dat ligt hier. Nou, er ligt veel zacht hout nog op mijn eiland. Weet ik. En anders heb ik aan de andere kant. Weet je, ik ga niet eens moeite doen. Want ik weet dat aan de andere kant superveel normaal hout ligt. Dus ik ga niet eens de moeite ervoor doen. Want ik weet dat het hier nog heel veel ligt. Kijk. Zo. Zonder zoeken zijn we al compleet. Hatsenflats. Op zich, ik vind het vrij handig dat ik dit heb gedaan. Want nu kan ik gewoon, heb ik altijd hout. Dus eigenlijk vind ik het best handig. Ik heb altijd wel een klein beetje hardhout. Ik heb vooral normaal hout. En zachthout ligt er ook best wel veel. Dus ik heb altijd wel gewoon hout.
Dat is vrij makkelijk. Oké, dus nu kunnen we twee dingen maken. Een tafeltje, niet dat ik die echt ga gebruiken, maar dan kan ik mijn boomstam wegdoen. Die halve boomstam, ja, daar ga ik namelijk ook niet meer gebruiken. Kan ik dan ergens anders neerzetten op het strand of zo? Iets maken. Nou ja, waarom kom ik hier anders? En ik weet niet. Ja, graag. Want ik, volgens mij kan je dan boomstammen toch in die rugzak stoppen of zo. Ik wil nog iets maken, want ik wil nog een tafel maken. Als dat mag. Ja, graag. Ze hebben toch maar twee ijsklommetjes en die ijsklommetjes kom ik toch nooit aan. Dus dat maakt hem niet zoveel uit. Stop met klussen, want nu gaan we naar mijn huis en nu ga ik dat in mijn huis zetten. Maar als eerst... Oh, wacht, ik heb iets... Ik heb bij mijn Nook Millens... Hier. Kijk, we hebben weer eens wat ontvangen. Joehoe. Oké, wat hebben we? Wat hebben we nieuw? Verkoop onkruid. Hoeveel? Nou, dat gaat heel makkelijk, want dan gaan we gewoon even onkruid plukken. Let's go. Eerst ga ik naar huis en dan pas ga ik onkruid plukken. En dan kijk ik hoeveel tijd ik dan nog over heb. Dus nu ga ik als eerst naar huis. Want onkruid plukken, dat heb ik natuurlijk zo gedaan. Die zoek ik daar gewoon een grasmaaier hebben. Maar ja, dat is nou weer een beetje te ver, luxe. Dat heb ik nou ook weer niet. Tenminste, ik weet niet, kan dat überhaupt? Of dat voor mij voorpluk ook... Dat gaat ontstaan. Kijk, want dan kan ik deze tafel ook wegdoen. Want daar doe ik helemaal niks mee. Maar als eerst, ik wil deze rugtas op me... dragen. Oh, wat leuk. Ja, helemaal goud. Nee, maar ik vind het tafeltje echt geweldig. Wat heb ik hier eigenlijk allemaal staan? Van alles, zie ik. Maar, even kijken. Want ik ga dus deze heel even nu verplaatsen. En daar ga ik deze bij neerzetten. Want ik ben toch in mijn eentje in het huisje. Dus niemand die hier wat van gaat regelen. En dan wil ik dan eigenlijk het liefst deze opzetten. Oh, dat past precies. Oh, oh, oh. Heb ik nog iets wat ik wil neerzetten? Wacht, wat is dit nou? Wat is dit? Een recepten-recorder. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel prima, joh. Weet je, zo'n ding. Ik ga het toch nooit gebruiken. Maar misschien komt er nog wel eens leuk muziek uit. Je weet het allemaal niet. Oh, hij moet schijn komen te staan. Oké. Nu heb ik alleen een lelijke tafel, maar even die. Oh, nou ja, toch. Ik kan lekker liedjes gaan toevoegen. Helemaal top. Maar als eerst, ik was helemaal nog niet klaar. Want ik moet even die tafel weghalen. Want dat ziet er nu echt lelijk uit. Die tafel, die doen we even weg. Doei. Ik zei opbergen, zo doei. Oh nee, dat was de verkeerde knop. Zo. Klaar. Zo, en nu ga ik 20 plukken onkruid wegjatten. Ik heb al 1 onkruid, dus ik hoef nummer 19. Dus let's go. Ik ga van tellen van 1, dat vind ik makkelijker. Kan ik dat plukken? Ja, toch? Onkruid is toch ook te plukken, of niet? Hoeveel heb ik nu? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Heb ik er nu niet 20? Jawel. Wat moest ik nou precies doen eigenlijk? Want ik heb nu al 20 keer onkruid geplukt. Maar wat ik er eigenlijk mee moest... Oh, was het verkoop? Ja toch, was het verkoop toch? Verkoop onkruid. Nou, we gaan even naar hem toe. Om even 20 van die onkruid te verkopen. waarschijnlijk kunnen we er niet heel veel klingels mee halen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het wel gescheten. Kijk, die rugtas. Het slaat nergens op. Maar ik vind wel dat het op lijkt dat wij dus heel veel met hout doen. Want dat is wel zo op zich. Je maakt veel met hout hier in het spel. Ik wil iets verkopen. Oh nee, dat was over de winkel. Oké. Okay. Maar kijk even. Dit is toch niet te doen? 30 ijzerklompjes. Die dingen die haal je op zijn minst uit de zee. Maar dan haal je vaak stenen. En op zijn minst... Nog een keer.
En vaak haal je het dan nog eens uit de stenen. Ja, ik zoek hem even niet zo boeien. Dit vind ik ook irritant, want anders kan je gewoon dingen gewoon geven. Want nu moet je 30 van die dingen. Dat vind ik echt vermoeiend. Maar maakt niet uit. Ik wil iets verkopen. En dan wil ik 20. Nee, niet mijn bel verkopen, nee. Nee, dat weet ik niet zeker. Goed zo. Hartverzakking. Ik wil niet mijn bel verkopen, maar... En dan hoop ik dat ik wat dingen ermee krijg. Zo, ja. Boom. Onkruid. Onkruid. Ja, zo, dat is best veel eigenlijk. Ojo. Nou, ik ga dat vaker doen, jongens. Dat komt wel goed. Ja! Kijk! Het is me gewoon gelukt. Oké, we kregen er niet zo heel veel voor, maar dat maakt niet uit. Duik naar diepzeewezens. Maar ik heb nog nooit ik heb nog nooit kwallen gevangen. Dat is het hele probleem. Oh, wacht. Ik heb nog iets. Ik had nog iets. Maar ze niet boven. Dat moet dan hier zo zijn. Oh, hier. Wacht. Oké. Hoeveel moet ik er... Ik moet 50 vertooien. Nou gaat het best snel omdat ik er nu heel erg op gefocust ben. Maar ik heb nog nooit een kwal gevangen. En ik weet ook niet echt zo goed hoe dat moet. Dus ik ga gewoon nog een keer in die zee duiken. En ik ga gewoon even een rondje zwemmen over heel die zee. Misschien helpt het. Ik heb echt nog nooit een kwal gevangen. Ik vang altijd vlinders en vissen. Maar daar blijft het dan ook wel bij. We gaan zwemmen. Even deze. Doei. Wegstoppen. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk ook gewoon die hoed even afdoen. Want dat vind ik vooral irritant. Kijk eens aan. En dan doen we heel even mijn sokken uit. Die heb ik hele mooie gestripte. Zo. Doen even alles uit. Dat we dus echt alleen met dit zwemmen. Zo. Let's go. Nou, ik heb dus nooit een kwal gevangen. Maar ik weet ook eerlijk gezegd niet echt hoe dat moet. Kijk, dit lijkt wel op zoiets van een kwal. Maar ik weet niet hoe je dat gaat vangen. Of is dit is misschien een kwal. Is dat misschien een kwal? Kan iemand mij dat uitleggen? Wat het is? Oké, als je het weet, laat het even weten in de reacties. Want is dit een kwal dan? Hoe vang je die beesten? Oh, wacht. Ik heb het, denk ik. Ik heb een slang! Zomaar vang ik even slangmensen. Niet te geloven. Huh? Oh, maar dit is cool. Heel. Ik vang even een slang. Eeuw. Eeuw. Dat vind ik echt heel vies. Oké, nou, we gaan even doorzwemmen. Want nu heb ik wel een hele kikker erin, eerlijk gezegd. Even kijken hoor. Kunnen we ook dit beekje in? Volgens mij niet. En dan zult er vandaag niet zo heel gauw iets zitten. Eeuw, maar ik vang gewoon even een slang hier zo. Oh jongens, toch. We zijn ver diep in de zee nu, zoals je kan zien. We zien het eiland niet echt. Oh, hier heb ik nog eentje. Hier heb ik nog één. Ik heb er nog één. Ja, nog iets. Wat heb ik? Ik heb een zeepolk opgewist. Oké. Nou, hartstikke cool zou ik zeggen. Heel vet. Super cool. Oh, hier nog iets. Nog iets. Oh, ja, maar dat is nodig, want ik moet er 3 hebben. Dus dan heb ik. Dan ben ik binnen. Als het allemaal telt. Maar ik wil eigenlijk een kwal. Een schelp. Maar nu wil ik kijken, heb ik hem nu voor tijd? Ja, het is me gelukt. Oh, ik ben helemaal blij. Het is me gewoon gelukt. Wat is dit? Verkoopschelp. En dat doe ik al heel vaak, dus dat gaat wel goed komen. Maar dit betekent ook dat ik voor de eerste keer een kwal heb. Oh, er zijn niet zo heel veel beesten daarvoor in. Nou, die is altijd te vangen, dus niet zo bijzonder dus. Die ook. Nou, wat is dit nou hier? Ben jij dan? Oh ja, ook hebben we het niet altijd te vangen. Dat is fijn. Ik ga het hierbij laten. Ik ga nog even lekker rondzwemmen in de zee. Want ik vind het helemaal geweldig nu dat ik een beetje door heb wat ik precies kan doen in de zee. Echt helemaal geweldig vind ik het. Maar in ieder geval, ik hoop dat je naar deze video. Ik in ieder geval. En dan tot de volgende video. Doei doei!
Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!